Kijk, kunst is een programma van Slotstad RTV. Elke maand zijn we te gast bij een kunstenaar uit de regio Zeist. Vandaag zijn we in het atelier van Mark Brusset, beeldend kunstenaar uit Zeist. Hoi. Dag Mark. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat we vandaag hier mogen zijn in jouw atelier, ja. Waar je je beelden tot leven laat komen. Mm-hmm. Mark, hoe ben je ooit begonnen met het beeldhouden? Is dat van vroeger al, dat je als klein jongetje al aan de keukentafel zat te kleien? Dat is best een lang verhaal, inderdaad. Als jongetje was ik altijd aan het prutsen, dingetjes aan het maken. Ook in mijn latere opleidingen heb ik steeds creatieve kanten gekozen. Ik heb ook in de reclamewereld gestudeerd. Daar had ik 26 vakken, eten, leren, decoreren, fotografie, zeefdruk. Ik heb een hele rugzak vol creativiteit. Uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Ben ook in de kunstzinnige therapie heb ik gestudeerd. Een hele andere kant dan de reclamewereld. Ik heb ook op de Universiteit in Utrecht kunstgeschiedenis gestudeerd. Een stukje, ook niet afgemaakt. Dus ik heb een hele hoop vergaard zonder daar echt diploma's van te halen. Maar uiteindelijk kwam ik in Engeland terecht. En kwam daar thuis in mijn eigen vak. Ik ben daar gaan beeldhouden. En dat vond ik heerlijk. En daar kwam ik thuis in mijn eigen vak. Toen wist ik van, oké, is dat dan wat ik moet gaan doen? Sindsdien is dat een roeping geworden en gebleven. En heb ik dat stapsgewijs uitgebreid tot wat ik nu heb. Dus het is eigenlijk een beetje ontstaan, het beeldhouden in Engeland. Daar kwam ik thuis in mijn eigen vak. Daar kwam ik erachter van, oh, dit is wel iets wat echt bij mij past. Dit is iets wat mij tot in mijn wortels aanspreekt. Waar ik enthousiast van word en waar ik voor wil gaan. Ja. Teruggekomen naar Nederland. We zijn hier in je atelier bij Part. Ja. Dus en hier maak je je creaties. Ja, terug in Nederland. Dat was in 1993-94. Dus daar zit nog een hele poos tussen. Ik heb ook steeds op verschillende plekken gewoond. Steeds op verschillende plekken ateliers gehad. In Scheveningen. In Den Haag. Nu inderdaad al een aantal jaren in Zeist. En dit is wel een heel fijn atelier waar ik ook alles kan doen wat ik wil. Ja. Ja. Ik zie hier diverse stenen liggen. Met wat voor steensoort werk jij? Dat is heel uiteenlopend. In dit atelier zijn verschillende stenen zichtbaar. Van hele zachte tot hele harde. De hele zachte zijn bijvoorbeeld speksteen, maar daar werk ik zelf niet meer heel veel mee. Ik werk liever met cursussen. Bijvoorbeeld werk ik met zachte stenen als serpentijn, opaal, albast. En dat zijn hele fijne beginnersstenen. Zelf werk ik erg graag in marmer. En daarbij kan het mij niet hard genoeg zijn. En marmer vind ik heel mooi omdat er een hele edele structuur in zit. Marmer doet ook precies wat je wil. Mits je daar natuurlijk de techniek voor in huis hebt. Mijn allereerste beeld wat ik in Engeland maakte was ook van marmer. Dus daar zit nog steeds een soort liefde in van het begin die tot in het nu helemaal doorgedragen is. Ja. En hoe harder de steen is, hoe harder het werken is? Dat verschilt. Natuurlijk gebruik ik ook machines bij het vormgeven van de steen. Uiteindelijk geef ik mijn beeld graag zoveel mogelijk met de hand vorm. Omdat geen enkel gereedschap zo fijn kan vormen als de hand. Ook als ik met machines werk, dan hanteer ik die als kon ik het besturen met mijn eigen hand. Die hele verfijndheid die heb je toch nodig om dat uit te drukken wat je in steen uit wil drukken. Nou zie ik hier ook wel een beeld staan van hout. Dus je werkt ook met hout buiten het steen. Ik werk met verschillende materialen, soms met metaal, soms met verschillende houtsoorten, verschillende steensoorten. Waarom hout en steen? Voor mij voelt dat als levend materiaal. Materiaal waar al een hoop mee gebeurd is. Het is gegroeid of het is ooit vloeibaar geweest en is gestold. Daar ligt al heel veel in verborgen. En wat ik fijn vind is daarin te gaan graven, daarin te gaan zoeken. Schatgraven zou je dat kunnen noemen. Op zoek naar de essentie. En eigenlijk hoef ik dan slechts overtollig materiaal weg te halen om bij de essentie uit te komen. Het hout bewerken vereist dat andere techniek. Want ik denk met steen is het hakken bijtelen, maar hoe doe je dat met hout?
Het is compleet anders. Het zijn twee heel verschillende materialen die ieder een hele eigen benadering behoeven om tot vorm te komen. Hout is een stuk zachter, heeft ook een hele warm, meer met warmte te maken als je daarmee werkt. Ik word er zelf ook warmer van. En steen is wat kouder, waar je ook hele duidelijke beslissingen moet maken. Het gereedschap is totaal verschillend. Bij hout snij je er als het ware door met heel scherp gereedschap. En steen verbrijzel je. Dus dat is een compleet andere manier van vormgeven. Bij hout ben je ook gedwongen om mee te gaan met de nervatuur van het hout. Terwijl bij steen kun je daar ook tegenin gaan. Het zijn bijna twee compleet verschillende werelden. Terwijl ze toch allebei met vormgeven te maken hebben. Ja, en steen kun je wat makkelijker eigenlijk nog wat bijbijten. Bijna wel, of zo. Ja. En hoewel, met hout niet. Hoewel steen natuurlijk ook strenger is, want de af is eraf. Voor altijd. Hout kun je nog een beetje lijmen. Steen kan ik ook wel een klein beetje lijmen, maar voor je gevoel is dat toch anders. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Alles wat mooi is, zowel in hele grote dingen als in het kleine. Alles waar ik blij van word, alles wat mij gelukkig maakt, waar ik kansen zie om dingen uit steen, uit hout zichtbaar te maken. En dat zichtbaar maken, dat is een heel proces. Dat is een hele weggaan van eerst een ruwe steen en daar ga je een klein beetje aan de buitenkant hakken. Dan daar mogelijkheden in zien, geïnspireerd door iets wat je die dag bent tegengekomen of wat iemand tegen je gezegd heeft. En dan sta je daar met die steen en dan probeer je dat aan de steen te ontlokken. Probeer die steen, die van zichzelf gewoon een stuk zware aarde is, probeer je licht te maken, probeer je te laten dansen. En als je nou die inspiratie, je loopt buiten in het bos, stel ik me voor, en je raakt ineens geïnspireerd door een vogeltje wat zingt of iets moois wat je ziet liggen in het bos van een stuk hout. Ja. Ren je dan naar je atelier en ga je aan de gang? Of duurt het toch even voordat ei gelegd gaat worden? Het is niet erg als ik dat ei leggen nog even moet uitstellen. Als beeldhouwer heb ik een groot hart waar een hele hoop in past aan wat ik mee kan nemen, waar ik ook naartoe ga. Als beeldhouwer heb ik ook veel geduld nodig. Houden in steen en daar een beeld uit maken, daar doe je gewoon lang over. En ja, voordat dat ei dan gelegd is, dat moet ik uitzien te houden. Aan de ene kant is dat een handicap, dat steen veel bewerking behoeft om vorm te krijgen. Aan de andere kant heeft dat ook iets moois, want de tijd loutert ook weer ideeën. Zorgt er ook weer voor dat mijn blik of de steen ook de kans krijgen om te ontwikkelen, om te groeien. En daardoor wordt het voor mij iets echt wat uitsterkt boven even een kunstje toepassen of even een techniekje toepassen. Je techniek is je voertuig, maar er moet ook wat bij komen. Wat uitstijgt boven wat ik met de steen kan. Het is een soort symbiose voor mij. Ja, je hebt al in je hoofd wat je ermee gaat doen met die steen. Nee, of het nee. ontstaat op het moment dat je de steen in je handen hebt, onder handen hebt. Correct, dat laatste is het geval. Ik weet van tevoren liever niet wat eruit gaat komen. Omdat ik dan het meest open sta voor wat er op dat moment gebeurt. Deze techniek wordt ook taille direct genoemd. Dat je dus direct zonder voorbeeld, zonder opgezet plan aan het stuk wat je voor je hebt gaat werken. En ja, op het moment dat ik met mijn handen bezig ga, mijn hoofd is dan leeg. En soms zit er ook meer wijsheid in mijn handen dan dat ik met mijn hoofd kan bedenken. Als ik aan de slag ga, daar gebeurt het voor mij. En daar zie ik waar ik materiaal moet weghalen, ja, om de essentie te laten staan. En dat is als het afpellen van materiaal totdat de essentie overblijft. En zo ontstaat een mooi kunstwerk van je. Hopelijk. Je haalt je inspiratie uit kleine en hele grote dingen. Inspireer jij ook andere mensen? Nou, dat hoop ik en daar streef ik natuurlijk naar. Ten eerste zoek ik zelf naar inspiratie om tot mijn beelden te kunnen komen. Inspiratie voor mezelf vergaar ik uit mijn omgeving en probeer ik te comprimeren in een beeld. Op het moment dat een beeld klaar is, afgerond, is natuurlijk een stukje avontuur voor mij ook over. Het is klaar, het beeld is gemaakt en dat
kan voelen van euforie, van ja, het is gelukt. Aan de andere kant kan het ook weemoedig voelen van het avontuur is voorbij. En nou ja, dat heeft zo verschillende kanten. Op dat moment moet ik het loslaten en kunnen mijn beelden dus weer op een hele nieuwe manier, op een hele individuele manier van de kijker ook weer opnieuw geïnspireerd worden, dus opnieuw ervaren worden. En iedereen doet dat weer op een andere manier. Dat vind ik ook belangrijk. Mijn kunst wordt gemaakt in vrijheid en moet ook weer totaal in vrijheid ook weer aanschouwd of beleefd worden. En ik hoop dat mensen zich daarin geïnspireerd voelen om daar ja, weer een eigen stuk mee te gaan. Inspiratie geef ik ook door tijdens mijn cursussen. Een stuk passie van het beeldhouden deel ik met mijn cursisten en probeer ze zoveel mogelijk te stimuleren om daarin een eigen weg te gaan, maar ook hun eigen ontdekkingen te doen. Natuurlijk geef ik ze de tools, hoe ze dingen kunnen aanpakken. Maar ik vind het heel leuk als daar een hele eigen vonk in overspringt voor mensen om dus opnieuw die eigen weg te gaan van inspiratie. Ja, je geeft ook zomerworkshops, zag ik? Ik geef zomerworkshops, ja. In de zomer, hopelijk met lekker weer, sta ik hier buiten. Kunnen mensen zich een week lang met het vormgeven in steen uiteenzetten. Dat is heel anders dan een gewone cursus. Een gewone cursus is gewoon wekelijks een aantal uren. En heel vaak is het zo dat op het moment dat mensen echt in die inspiratie zitten, dat ik alweer moet zeggen, ja, hallo, tingeling, de tijd is op, de cursus is voor vandaag weer klaar. Met een weekworkshop krijgen mensen dus de kans om een stuk dieper te gaan en de inspiratie veel meer te laten vloeien een hele week lang, omdat ze iedere dag aan het werk zijn. En daar kom je dus veel dieper mee in, ja, in wat je wil, in wat je inspireert, en krijg je ook de tijd en de kans om dat uit te vormen. Ja, dat geldt ook zowel voor de cursisten, denk ik, ja. Dat ze dan mogelijk het werk al mee naar huis kunnen nemen wat ze gecreëerd hebben. Ja, ja. En zoals ik al gezegd heb, het creëren van een beeld neemt veel tijd in beslag. Steen is weerbarstig, is ook behoorlijk techniek en arbeid, noeste arbeid voor nodig om eerst een hele hoop stof en puin af te voeren om tot die essentie te komen. Maar we gaan kijken, ja, hoe dat in zo'n week gaat. Er zijn mensen die harder werken, die echt meteen weten wat ze willen. Er zijn mensen die heel aarzelend, tastend werken van waar gaat het heen. En voor iedereen is plaats om daar zijn eigen weg te gaan en zijn eigen ontdekkingen te doen. Nou sprak ik zojuist een van je cursisten. Ja. En zij vertelde dat ze met een beeld bezig is geweest onlangs, wat ineens splijtte en ze hield twee stukken over. Ja. Ze zegt, maar Mark had een hele creatieve oplossing. Ja, ik probeer altijd te kijken naar positiviteit. Ik ben een optimist. Ik kijk altijd naar kansen. En zo'n breuk is best confronterend. Er gebeuren natuurlijk dingen in het beeldhouden die confronterend zijn. En dan is het mijn taak om te kijken wat we daarmee kunnen doen. Dat beeld hebben we natuurlijk even troosten, even over de schrikreactie heen. Maar daarna toch verder. We hebben besloten, ook dat heb ik aangeraden, we hebben besloten om te kijken wat kunnen we met die twee helften doen op zo'n manier dat ze toch met elkaar verbonden zijn, maar ook los van elkaar een nieuwe constellatie kunnen vormen. En dat gaat een heel mooi werk opleveren. Ja. Dan maak je ook vrij veel vrij werk, maar werk je ook in opdrachten? Ik werk ook in opdracht. Zowel particulieren als bedrijven, daar word ik door benaderd. Het verschil qua werken is, als ik vrij werk maak, dan leg ik daar mijn ziel en zaligheid in en ben ik eigenlijk nog niet zo bezig waar dat moet komen te staan. Bij een opdrachtgever ben ik heel gericht bezig, ben ik ook al indachtig bezig waar het komt te staan en daar stem ik ook de behoefte op af. Dus dat krijgt dan echt een plek. Dat is een heel ander gevoel hoe ik daarmee bezig ben. En de opdrachtgever bepaalt hij, ik wil een beeld zus of zo? Ja. Of gaat dat ook samen? Heb je daar zelf nog veel invloed op? Dat is heel verschillend. Een aantal opdrachtgevers kennen mijn werk, zeggen gewoon van Mark, wij vinden jouw werk goed. Wij geven jou carte blanche, maak wat moois voor die locatie. En dan heb ik al mijn vrijheid. Natuurlijk kan er ook in overleg voor een bepaalde locatie of naar bepaalde wensen
bepaalde gebeurtenissen, een trouwerij of een jubileum, kan ik ook wat ontwerpen of meer naar de smaak gaan van het wordt een licht beeld, het wordt een donker beeld qua grootte. En dan maak je de afspraken over met een afleverdatum en een prijs en dan, nou, dan staat dat daar. Dus dat is een hele verschillende manier van benaderen en ook tijdens het maken voel ik daar ook verschil in. Of ik zeker weet dat een beeld van, nou, dat hoort daar. Ja. En ja, of ik maak het voor mezelf en ja, dan vind ik het moeilijker los te laten ook. Ja. En zo'n beeld gaat dan al snel als het klaar is naar de opdrachtgever. Ja. Ja. Kost je dat moeite om al afscheid van je nieuw geboren werk te nemen? Ik zorg dat ik goede documentatie heb erover, dat ik nog een stukje bij me hou. Maar natuurlijk alles wat ik gemaakt heb, dat zit hier. En hier is het ook niet vernietigbaar. Hier gaat het ook niet stuk of zo, ook al breekt het op een andere plek. Dat zit gewoon in me. Dus... Je neemt kunstwerken, je hart mee. Ja, ah, dat is prachtig. Ja, ja. Waar kunnen de mensen naar jouw werk komen kijken? Exposeer je ook? Jazeker. Tijdens de open atelierroutes hier in Zeist is mijn werk hier in mijn atelier te zien. Onlangs heb ik ook in Hilversum in een galerie geëxposeerd. Daar waren 16 van mijn werken te zien. Hele leuke reacties. Het stond er heel mooi bij. En gewoonlijk is mijn werk ook te zien in de Steinlaan in Zeist.